Mijn naam is TheTuber en ik geloof niet dat jij deze video een kunt geven binnen 3 seconden. Vandaag is het heel simpel. 5 rondes, 5 dingen die ik ga tekenen in Roblox en jij hebt de kans om alles te raden. Ik heb hier een lijstje gemaakt met welke dingen ik tijdens deze rondes wil tekenen. En we beginnen met ronde nummer 1. En believe me guys, ik ben ergens echt super zenuwachtig. Want vroeger heb ik redelijk wat getekend. Maar dat is inmiddels echt alweer een flinke tijd geleden. Dus ik denk op een of andere wijze gewoon dat ik het niet meer helemaal in me heb. Maar let's just try this man. Zolang mensen maar enigszins een idee hebben van wat ik heb geprobeerd te tekenen. Dan ben ik daar eerlijk gezegd al heel erg blij mee. Je hoeft het niet eens helemaal te weten. Gewoon een idee van, oh, het zou nog wel eens dat kunnen zijn. Dat is voor mij eerlijk gezegd al voldoende. Oh, dit ziet er vreselijk uit, Job. Vroeger was je hier veel beter in. Tenminste, dat weet ik niet. Misschien dat ik het me gewoon niet meer goed kan herinneren. Maar ik weet wel dat ik tekenen vroeger heel erg leuk vond. Nou ja, goed. Dit is in ieder geval het allereerste voor ronde 1. Ik geef een hele kleine tip. Trouwens, om mee te doen hoef je alleen maar gewoon in de comments nu te raden wat ik aan het tekenen ben. En dan heb je een punt als het goed is. Ik ga namelijk aan het einde van de tekening zeggen wat het was. En jullie mogen het nu raden. Dus ik ben serieus heel erg benieuwd of jullie ook maar enig idee hebben. 3, 2, 1, hij is af. Dames en heren, dit was een dinosaurier. I don't know, bro. Next one. Oké, daar gaan we. Ja. Dit is easy peasy lemon squeezy. Dit is echt, ik moet dit niet hard roepen, want vaak als ik zo hard roep dat ik iets makkelijk vind om te doen, dan wordt het vaak moeilijk. Maar dit is in ieder geval mijn tweede tekening voor de tweede ronde. Je kunt nu al raden, je mag raden wanneer je wil. Je hoeft niet alleen te raden als ik klaar ben. Je mag ook gewoon, als je denkt van, joh, ik weet het al, dan mag je dat gewoon nu raden. Ik doe in ieder geval mijn best. Alleen weet je, het is met dit soort dingen altijd maar de vraag van hoe gaat het eruit zien als Job klaar is. Ah, nee, het ziet er nu al niet zo goed uit. Oké, let's just try this. Zo, ja. Dit erbij, hopsakee. De ene is groter dan de ander. Qua pupillen. Ik mag het eigenlijk niet zeggen. Want nu hebben jullie misschien al een idee van wat ik teken. Maar goed, het mag ook wel een klein beetje duidelijk zijn op sommige momenten. Zo, het lijken wel klompen die ik heb getekend. Maar goed. Oké, guys. Wat is dit? Ik ben bijna klaar. Zo. Ja, dit is het. Ik kan, weet je, en hij doet een like. Dat betekent dat jullie ook een like mogen doen. En hij zwaait naar jullie. Zo, met de meest misvormde hand ooit. En een tong erbij. Hopsakeetje. Wie heb ik hier getekend voor ronde 2? Heb jij enig idee? Laat het in de comments weten. Iedereen mag meedoen. Dat is het ding. Iedereen mag meedoen. Het volgende wat ik ga tekenen. Ik ben aan het nadenken. Ik vind dit zo ongelooflijk lastig. Dat mogen jullie best weten. Ik vind het legit zo ongelooflijk lastig. Ik ga denk ik nu proberen. Ja, ik weet het. Oké, there we go. Oké, ik ga het gewoon proberen. Zo. Ja, oké. Looks good voor wat ik dan tot nu toe heb gedaan in ieder geval. Zo. Het is ook zo moeilijk om hier een commentary bij te geven. Eigenlijk kun je alleen maar zeggen wat je aan het doen bent. En in mijn geval is dat nu rondjes maken. Maar daar worden jullie natuurlijk niet wijzer op. Jullie hebben waarschijnlijk nog geen idee wat dit moet voorstellen. En ik werk ook altijd een beetje aan de omgeving van mijn tekening. Maar vooral wanneer ik denk dat jullie er anders niks uit kunnen opmaken, probeer ik dat te doen. Oh, ik ben per ongeluk al te hoog gegaan, guys. Oepsie. Was niet mijn intentie. Nu kan ik geen vlaggetje meer neerzetten. Nou ja, goed. Ik doe mijn best. Jongens, ik kan niet meer verder dan dit. Oké. Ja, ik kan het denk ik niet mooier maken dan dit. Nou ja, tenminste, ik kan een poging doen. Ik kan een poging doen het mooier te maken. Zo, denk ik. Oh, dit is echt vreselijk, guys. Niemand gaat weten wat ik hier heb getekend. En ik ga er nu iets bij tekenen. Dat heeft eigenlijk niks met hetgeen te maken wat ik heb getekend. Maar ik hoop dat jullie daaruit kunnen opmaken wat het is. Dat jullie dan makkelijker weten van, oh, ik weet wat Job heeft getekend. Maar voor alle duidelijkheid, het gaat dus om dit. Dames en heren, je hebt nu tijd om het te raden. Want dit was namelijk... een boot! Ja, het was een boot. Oké, laten we eerlijk zijn. Je zag waarschijnlijk wel per direct dat het een boot was, maar het is niet de mooiste boot ooit. Laten we het daarop houden. Oké, nu wordt het echt heel lastig. Hoe ga ik dit doen? Ik ga het gewoon proberen. Ik ga dit gewoon proberen. Mag ik hier tekenen? Ja, ik mag hier schijnbaar tekenen. Oké, there we go, guys. En geloof me, het is echt heel moeilijk om dit goed te doen. Zo. En hetgeen wat ik nu teken is trouwens niet hetgeen wat het echt gaat zijn. Zeg maar het hoofdobject van wat ik teken, wat jullie moeten raden, dat komt hierna pas. Maar ik probeer al even een soort van omgeving te maken dat het misschien duidelijker wordt. Oh jongens, toch.
Als mensen dit niet raden, dan is dat echt heel erg. Want ik doe stiekem nog echt mijn best ook, weet je wel. Dat is het erge. Oké, en nu ga ik hetgeen maken waar het echt om draait. Ja, oké. Zoiets denk ik wel. Oh jongens, als mensen dit raden, dan ben ik serieus zo ongelooflijk blij. Want wat ben ik hier aan het tekenen? Ik weet het zelf niet eens. Ik weet niet eens of ik mijn eigen dingetje zou kunnen raden als ik dat zou moeten doen op dit moment. Zo. Ja. Mooier dan dit wordt het niet. Ik hoop dat je de track door krijgt. Dat mocht ik eigenlijk niet zeggen. Dat is eigenlijk iets wat ik niet mocht zeggen. Maar goed, maakt niet uit verder. Zo, hopsakeetje. En dit hoort er ook nog een soort van bij. Oh jongens toch, als iemand kan raden wat dit is, dan is diegene een beast. Ik denk wel dat je dit kunnen raden, maar ik denk dat het gewoon komt omdat ik hele makkelijke onderwerpen kies. Ik denk dat dat voornamelijk de reden is waarom jullie het wel kunnen raden. Oké, guys, het gaat om dit hier zo. Daar gaat het om. Wat heb ik getekend? Spam het in de comments hier beneden. En I don't know, wat kan ik daar nog aan toevoegen? 3, 2, 1, het is een hamburger. Het is een hamburger van de McDonald's, om nog een stukje specifieker te zijn dan alleen het woord hamburger te noemen. Ja, je kunt ook met meerdere kleuren tekenen, maar je kunt zeg maar niet echt inkleuren en zo. En vandaar dacht ik van ja, laat ik dat dan maar vooral niet doen. Nu de allerlaatste. En dit is een onderwerp, maar het is niet zeg maar heel specifiek wat ik teken. Het is een beetje hetzelfde als bij de dino. Je hebt natuurlijk allemaal soorten dino's, maar de categorie van wat ik tekende was dino. Dus dit kan nog best wel eens, dit kan nog echt serieus best nog wel eens lastig worden, maar ik ga mijn best doen. Waarom kan ik niet meer tekenen? Oh, dit is maar een hele kleine area die ik mag gebruiken, denk ik, of niet? Oké, daar gaan we. Oké, ja, daar gaan we. Oké, guys. Wat gaat dit zijn? Jullie gaan deze denk ik amper kunnen raden. Ik denk legit dat jullie gaan deze niet kunnen raden, wat dit is. Oh, jongens. Wat gaat dit zijn? Dat lijkt mij een uitermate goede vraag. Oh, het ziet er ook gewoon een beetje eng uit. Zeg maar, meestal als ik mijn tekeningen eng vond vroeger, dan was ik daar blij mee. Want dan wist ik dat ik het goed deed of zo. Dan dacht ik van, ja, het ziet er eng uit. Nou, als het iemand eng laat lijken, als iemand het eng vindt, dan weet die persoon in ieder geval wat het is. Like, dat moet wel. Oké. Oh, jongens, toch. Oh, eeuw. Ik vind het bijna vies. Ik vind het legit bijna vies, guys. Oh, terrible dit. Dit is zo erg. Ik hoop dat mensen kunnen raden wat het is. Maar ik ben nog niet klaar, hè, guys. Ik ben nog niet klaar. Was ik maar klaar, dan had ik dit lelijke, halve probeersel aan de kant kunnen laten liggen. Maar dat is op dit moment nog niet het geval. Wat moet dit voorstellen? Again, het is een categorie. Als ik dat mag zeggen. Ik ben nu wel een beetje aan het verklikken. Maar het is een soort van categorie. Oké, guys, there we go. Zo. Ah, dit kan echt niet hoor, guys. Dit kan serieus echt niet. Oh, wat erg dit. Wat is dit erg? Wat is dit erg? Als mensen weten wat het is, dan balen ze waarschijnlijk dat ze ernaar kijken. Want echt, ik vind het zelf bijna een beetje creepy, to be honest. Like, ja! Wat moet dit voorstellen? En ik ga proberen iets in dit ding te tekenen, zodat jullie het misschien nog iets beter weten. Zo. Ja, dit is perfect. Oké. Wat is dit, guys? Wat heb ik hier getekend? Wat heb ik hier... Wat moet dit voorstellen? Do you know it? Heb jij enig idee? Is er iets wat in jou opkomt waarvan je denkt van... Job, dat gaat het zijn. Ik ben aan het... Nou, weet je, ik ga nog een kleine tip geven. Ik ga nog een kleine mini-tip geven. In de hoop dat jullie het dan wel kunnen raden. Zo, dit hoort erbij. Dit is van dat ding, zeg maar. Wat ik hiernaast teken. Dit is van hem. Ja... Zo, en daar zit natuurlijk dan ook weer iets in. Zo. Ja, dit ziet er echt zo raar uit. Oh, jongens. Wat is dit? Wat heb ik hier getekend? Hebben jullie enig idee wat ik hier zojuist heb getekend? Daar komt het antwoord. 3, 2, 1. Een alien! Ja. I don't know, man. Het is een alien. Oké, dan ga ik nog één dingetje tekenen. Iets simpels, een bonusronde is dit. Als ik deze verpruts, dan geloof ik er ook niet meer zo in, hoor. Oké, het is iets waar ik van hou. Laat ik die kleine soort van kleine tip aan jullie geven alvast. Oké, there we go. Oké, dit mag ik echt niet verpesten. Dit is misschien wel de makkelijkste tekening die iemand kan maken.
Als iemand dit verpest, dan wordt die persoon denk ik echt een beetje uitgelachen. Wat niet goed is, je moet iemand nooit uitlachen wanneer hij zijn best doet ergens toe en het niet helemaal lukt. Oké, nu ga ik wel gebruik maken van meerdere kleuren. In de hoop dat jullie dan enigszins een idee hebben van wat dit moet voorstellen. Alright, there we go. Ja, oké, wel eigenlijk had ik één ding erbij moeten doen, dat heb ik nu vergeten. Maar dan hadden jullie misschien beter kunnen zien wat het was. Oké, dit is het. Ik ga kijken of ik de gum kan gebruiken in dit spel. Trouwens nog niet geprobeerd. Ja, gummen lijkt te werken. Zo, perfect. Oké, guys. Hebben jullie enig idee wat dit moet voorstellen? En dan teken ik dit er even bij zo als een soort van... Ja, dat jullie het hopelijk alsnog snappen. Ja, dit is denk ik het beste wat ik ervan kan maken. Wat is dit? Daar komt het antwoord in 3, 2, 1. Het is een donut. Oh, een van mijn favoriete dingen. Het is een donut. Guys, dit was de video. Dino, SpongeBob, boot, hamburger, alien, donut. Thanks for watching. Als jullie dit een leuke video vonden, vergeet hem niet te belonen met een like. Wil je mij vaker tekenchallenges samen met jullie zien doen? Want dat is wel een soort van wat ik doe. Ik teken iets, jij mag het raden. En als je uiteindelijk hoort wat het is en jij hebt dat toevallig ook al gereageerd voordat ik het vertelde, heb jij dus een punt. Tot de volgende keer en ik zeg adios.